Goedemorgen, vandaag is zaterdag, erg drukke week achter de rug. En dan kom ik beneden, ik ga het jullie laten zien. En dan heeft Rick knakworstjes gegeten. Iemand heeft brood gegeten, dat zal ook wel Rick zijn. Afwasmachine, staan de spullen weer bovenop. Het leven van mijn moeder. Nou, ik ga gewoon sinaasappels uitpersen nu. En dan gaan we zomaar lunchen. Badendas. Oké, dit is echt een heel vreemd flesje. Ik ga het je laten zien, want ik was net aan het douchen. Mijn haar is nog nat. En ik wilde het flesje openen. Dat gaat dus niet. Dus we gaan even kijken waar dat dan ligt. Hier hebben we het flesje. Nou, eer dat ik door had dat er een soort hengsel aan zit. Hier. Dus ik denk al 5 minuten verder. Dan gaat hij zo open. Maar de vraag is dan, hoe krijg je het eruit? Want er zit geen gat in. Daar, kijk. Daar. Dus heb ik dit er nog afgehaald. Zo. Nou moet ik het toch ontdekken. Of misschien komt het wel door de zijkanten. Oh, zo zie je niks. Zo. Er komt dus gewoon niks uit. Zal er vast een of andere logische verklaring voor zijn. Ik voel en zie verder ook helemaal niks. Dus mocht iemand... Wat zei je, Altwin? Er zit een hengsel aan om hem op te hangen. En dan kan je met de onderkant kan je me dan zo gebruiken. Dus... En het ergste is nog, ik heb er nog een video van gemaakt ook. Kijk! Aan de onderkant! Dankjewel, Altwin. Het is dan maar goed dat je niet alleen in één huis woont, hè? Dus we kunnen hem hiermee ophangen en daarmee openmaken. En dan nu vitamintjes voor het hele gezin. Kijk. Lekker uitpersen. Nog een grapefruitje bij, vind ik wel lekker. Misschien wel een citroentje, ook lekker. Nou ja, even kijken maar. Nee hoor, ze probeert dat niet. Ze heeft geleerd dat als ze gewoon gaat liggen, ze vanzelf wat krijgt. Maar je kan wel heel dichtbij liggen nu, Alice. Dat kan niet. Hi, Leifie. Zit je nou alweer te filmen? Alweer te filmen. Oh, ja. Mag ik meehelpen? Ja hoor. We gaan sinaasappels persen. Mag ik ook? Ja, we moeten hem wel vasthouden, anders gaat het mis. Nee, hij moet helemaal naar beneden. Oké. Onze sinaasappelpester. Wat zijn wij, vind? Ik zou doen, Ben. Ja. Zoals jullie zien is het tijd voor een nieuw uitperssysteem, want deze lekt. Dan wist ik al wel dat het kapot was, maar het wordt nu wel echt een zootje. Ja. Tess is nu de boel eruit aan het scheppen. Dan kunnen we weer verder voor het volgende. Want we hebben pas 3 glazen. Dus we moeten nog even. Morgen kan jij weer even een nieuwe snijden? Ja, ga ik doen. Zo, 4 glazen, gelukt Tess? Ja. 1 glas met ook grapefruitsap, vind ik lekker. Want puin ook weer nu. Dus ga even opruimen. Wat moet je opruimen? Wat moet je opruimen? Je laptop. En wat zei je net? Je? Je pincee. Je pincee, ja Altuur, ruim je even je pincee op. En jij? En ik? Ben jij aan het doen? Ik ben stom aan het leren. Met een stomme Duits en dat vervelende woorden van het Duits. Woehoe. Wat moet je ook weer halen? Een 9,2. Dus dat moet... En wat sta je dan? Een 4,5. Dat is echt heel goed. Wil je even dit. Kijken naar ja. Mij? Wat heb je? Wat is dat? Een lieveheersbeestje. Oh, lieveheersbeestjes horen toch buiten, of niet? Ja, ik heb hem gevonden op de tafel. Ja, maar misschien wil hij wel graag buiten zijn, want anders dan gaat hij dood. Dus breng hem maar naar buiten, mop. En nu gaat Alton even opmeten hoe groot hij moet zijn. En dan gaan we even bij zonneschermpjes kijken. Hallo beste mensen van Prinses Haartjes. Kijk, daar zijn de jongens. Ze zijn even ergens over aan het praten. Daar zijn ze. Heb je dit even geboekt? Ja. Wanneer ga je, Rick? Ik ga 23 augustus. Moet je even naar Rick filmen, alsjeblieft. Ik ga 23 augustus tot 30 augustus ga ik lekker naar... Ja, zeg maar. Naar... Waar ga je heen? Ik ga met het vliegtuig naar Malaga. En via daar word ik opgehaald en gaan we naar... Grenoble. En dan gaan we naar... Amunda Kagelsuit. Ga je ook nog naar Spanje, Rick? Ja, dat is Spanje. Ja, dat is Spanje. Ze gaan ook niet zo naar Spanje. Best, Oké, we zijn weer dingetjes aan het doen, maar... Wat zijn we aan het doen dan? Nou, mijn moeder... Die is mijn haar aan het doen, kijk. Ja, zo zien ze toch niks, schat. Ik ga even testen haar doen, want zo neem ik haar natuurlijk niet mee.
Ja, dat klopt. Nou, mijn moeder is een beetje lastig vandaag. Want ze bedoelt allemaal andere dingen wat ik wil doen. Kijk, daar is mijn moeder. Ja, ze wil steeds met de camera zo omdraaien, dan zie je niet dat je filmt. Dan zie je alleen maar haar. Dat knippen we even uit. Nou, dus, nu gaan we ergens filmen, dus zometeen zie ik jullie weer. Dus de bal aan het slopen, dat is niet best. Nou, ik ga zo meteen op mijn moeder schoot liggen. Misschien kan ik dan wel een stukje filmen. Misschien. Niet nu, denk ik, maar zometeen. Misschien kan je nog iets interessants vertellen. Over je tand. Oh, ja. Ik heb twee grote mensentanden, die zijn aan het groeien, maar... Ik zal ze even filmen, want zo zien ze dat niet. Ja. Okay. Dan moet je een beetje naar beneden. Naar beneden, naar beneden. Nee, die kind moet... Ja, precies. Zo. Check dit dan. Er zitten twee tanden achter. Daarachter zitten al twee grote mensen. Oh, er zit nog scherp. Dus Tessa die heeft nu extra tandjes. En deze zit los, hè? Nee. Die zit los. Ja, deze. En boven. Misschien kun je iets gezelliger kijken. Oh, ik ben een stukje vergeten. Kijk hier. Oh. Miauw. Nou ja. Heb je dat gefilmd? Ja. Ja. Yeah. Alsjeblieft, één water. Oh nee, we hebben hier een twist. Ja, nee, laat maar vallen. Zo, kijk eens naar me. Zie je dat echt? Kijk, zo neem ik er natuurlijk wel mee. Dan ziet ze er weer prachtig uit. Maar één kontje is vergeten. Ja, ik ben hier een lokje, deze. Zeg je dan? Oké, nu worden mensen bang van je, dus ik ga nu uitzetten. Sorry. Zo Tess, we kunnen je zien. We zijn op weg naar Vlaardingen, naar... Weet je dat? Zonnepanelen, ja dat is ook leuk. Nee, zonnescherm gaan we even zoeken. Dus we hebben net zijn we bij de Decorette gereden, maar het was zo druk dat... in Maassluis is dat. Dat we maar gelijk doorrijden naar Vlaardingen. En wat? Gaat het goed, ja? Ja, gaat prima. Check dit dan. Het is toch geweldig als je er zo bij kan lopen. Nou, we hebben het gevonden. Dus we gaan eventjes kijken hier. Wiebel. Tadaa. Heb je hem? Goed zo. We zijn bij de zonneschermenzaak geweest. En die kwam op 2300 euro. Ka-ching. Vind je het leuk, Tess? Ja. Ja. Heel erg goed. Ja, precies. Nou, Antwerpen is niet zo blij met de prijzen. Dus maar eens kijken hoe we daar mee omgaan. Zo, het is tijd om te kijken of ik alle leggings, sokken en andere dingen die vooral Tessa aan heeft en wit zijn, ook weer wit kan krijgen. Nu ziet het er zo uit. Verre van wit dus. Dus ik ga dit alles even lekker in de vinnis zetten en dan morgen wassen. Hopelijk is het dan weer een soort van wit. Nou, als we even verder gekeken en als we alleen het doek vervangen, dan zijn we 269 euro kwijt in plaats van 2300 euro. Dus dat scheelt toch wel een slok op een borrel, zeg maar. En volgens hem is de motor in de cassette en zo verder nog goed. Dus we gaan dat eerst maar eens proberen. Net de was opgehangen en Tessa heeft ook weer iets leuks verzonnen, kijk. Ze was aan het spelen en toen kwam ze deze inloopmat tegen. Dus mocht iemand zijn inloopmat kwijt zijn, dan ligt die bij ons. Wat is dit? Dat deed gezellig met elkaar samen. Het is, we waren al een gevecht aan het houden. Wat voor gevecht? Het was geen gevecht. Jawel. Alice was geen gevecht. Hè. Dit is een dog bonding of zo. Ja. Oké. Okay. Zo, het is weer tijd voor het video gebeuren. Rick die heeft hem geëdit en geüpload. Dus nu kan ik hem gaan YouTuben. Altijd weer een stressmomentje. Soms dan lopen we maanden voor, maar op het moment is het een beetje bal. Zo ziet dat dan maar uit. Nou ja, ik kan dus nog niks doen, want hij is nog aan het verwerken. Ja, ik kan wel wat. Maar ik kan nog niet alles doen wat ik moet doen. Dus nou ja, ik ga in ieder geval de teksten alvast even aanpassen. En dan maar even aan de slag, want anders dan mag ik het vanavond doen. Daar heb ik waarschijnlijk niet zo heel veel zin in. Zo, de video is weer klaar voor publicatie. Dus ik hoef nu alleen maar publiceren te drukken. En naar instellingen en informatie. Alleen de miniatuur moet nog aangepast worden.
Maar dat doet Rick, dus dat hoef ik niet te doen. Dus de video van morgen staat weer klaar. 29 juni om 10:30. Het was niet goed. Het moet 10 uur zijn. We gaan altijd om 10 uur gaan we online. Dus ook dit klusje zit er weer op. Zoek je Rick? Ik ben op zoek naar een laptop om mee te nemen voor bijvoorbeeld als ik naar toe ga bijvoorbeeld. En dan kom ik uit op de... Ik loop wel even om. Kunnen we het zien? We kunnen de mensen zien hier dan de Razer Blade Pro. Dus, zeg maar. Wat kost die? Waar erbij? Ik heb even een laptopje uitgekozen. Nee. En die kost... 2000 euro. Oh, zit ik nou? Zie ik nou wat? Ja, ik zie wat. Ja, ik zou eerder... Oh, Rick, die neemt natuurlijk de beste versie. Die is maar 2700 euro. En verkrijgbaar in Amerika. Dus ik zeg succes. Nou ja, we kunnen altijd in laten vliegen via, hoe heet dat? From US to Europe. Ja. Dus dat kan wel. Komt er 25 euro bij? Nee, ik was plus $59 komt er dan bij. $59? Je kan via hun gewoon naar Nederland laten verschepen. Ja, maar waarschijnlijk kan je het wel ergens goedkoper halen. Maar dit is ongeveer, als je het echt bij Razer haalt, dan kost het $2700. En dat is... Dat is een zonnescherm nieuw. Maar je hebt hier wel heel erg lang wat aan, dus... Zonnescherm ook, een jaar of 20. Ja, probeer maar. De zonnehanden aan het mixen. En wat ben je aan het maken dan? Dit is nog... soep. Soep in de mixer? Ja, en dat wordt dan zachtjes slagroom. Heb je nog nooit van gehoord, hè? Nee, slagroomsoep zeker. Ja. En je had nog een taart gebakken? Ja, kom even kijken. Ja, kom. Er zijn er twee. Kijk. Er zijn er twee taarten. Misschien kan je op de grond gaan zitten en even vertellen, want anders kan ik de taarten niet zien, ja? Want deze heeft al appelglazuur. De appelglazuur. Ja. Die zit hier al in, want ja. Ik had dit blokje, dit taartstukje uitgehaald. En ja. Toen had ik er zo'n beetje appelglazuur bij gedaan. Volgens mij wel. Jawel. Gezellig bij papa liggen. En Alice die vindt het allemaal niet goed. En Alice zit niet steeds... in je gezicht liggen. Alice zit steeds in mijn gezicht te liggen. Volgens mij is het een beetje zwaar voor pa. Ja, dat denk ik ook. Hij ligt 50 kilo op zijn buik. Ja. 50 kilo! Die Alice vindt ook alles maar goed ook. Hè. Ja. Ja, bij ons mag de hond niet op de bank. Hé, Alice? Nee. Weer tijd voor zo'n heerlijk klusje. De droger schoonmaken. Nou ja, ik kan het maar weer gehad hebben. Kan die er voorlopig weer tegenhouden. Nou, Rick gaat mij nog even leren editen. Tenminste, een stukje. En dan ga ik deze video editen. En daarna ga ik denk ik maar op de bank crashen. Ik ben er wel weer klaar mee voor vandaag. Het is inmiddels 8:15. Ik hoop dat ik het voor 8:30 allemaal voor elkaar heb. Dan kan ik misschien nog een film kijken of iets dergelijks. Nou ja, ik zie het eigenlijk wel. Bedankt voor het kijken. En Brigitte, leuk dat jij gezien had dat ik die handdoeken gekocht had. En de nicht van Altwin, die gaf ook al een reactie. Echt heel erg leuk, super tof. En wil je niks van ons missen, dan kun je op ons abonneren. Bedankt voor het kijken. Doeg!